Dag, Stefan Grieken, initiatiefnemer van het Nieuwe Stemmen, Hek de Overheid en nog een aantal van dat soort dingen. Er zijn allerlei initiatiefjes uit voortgekomen uit wat jullie hebben gedaan. Even wat voorbeelden, zodat iedereen ook weet wie we voor ons hebben. Ja. Nou, we doen dus inderdaad een paar dingen. Ik denk de meest bekendste is Apps voor Nederland. Dus wat we eigenlijk proberen te doen is burgers en programmeurs en ambtenaren bij elkaar te brengen met leuke data. En die gaan dan samen dingen maken. Bijvoorbeeld een leuke app die de laatste keer gemaakt is, Speezy. Die vertelt je waar het dichtstbijzijnde openbare toilet is. Maar we doen ook andere dingen. Bijvoorbeeld de website petities.nl werken we hard aan. En, milde politiek, waar je e-mails kan sturen aan je lokale vertegenwoordiger. Ja, ja. Allemaal leuke, interessante voorbeelden. Je noemde het al eventjes data, open data. Dus jullie proberen eigenlijk nieuwe dingen te bouwen op basis van overheidsgegevens. Dat is. Ja. De overheid die heeft een heleboel interessante informatie die een beetje begraven ligt in de overheid. Mm-hmm. Dus die gebruikt ze om haar dagelijkse taak een beetje te kunnen uitvoeren. Maar dat is data die ook heel erg nuttig kan zijn voor burgers. Bijvoorbeeld voor Apps for Amsterdam heeft de gemeente Amsterdam ons data gegeven over allerlei parkeerplaatsen. En daar maken dan burgers een app op waarmee zichtbaar wordt voor mensen die gehandicapt zijn waar ze kunnen parkeren in de stad Amsterdam. Nou, parkeren is al heel lastig in Amsterdam, maar zeker voor mensen die slechte been zijn. En dat is iets wat de overheid niet direct zelf zou hoeven doen, maar wat burgers prima voor ze willen doen als je ze maar die data geeft. En dat proberen we te doen. Proberen de overheid te laten zien dat als ze een stukje opener worden, en dat geldt niet alleen voor data, maar als ze een stukje opener worden, dat ze dan hele leuke dingen van burgers kunnen verwachten. En ik denk dat weet je, de overheid van de toekomst is. Dus open data, al die gegevens online zetten, dat zou eigenlijk kunnen we het daarmee laten als overheid. Als we gewoon al die data maar aan, dan gaan burgers vanzelf wel allerlei dingen daarmee doen. En dan kunnen we achterover leunen. De gedachte die hierachter zit is government as a platform. En om het voorbeeld te gebruiken van Marktplaats, de Amerikaanse Marktplaats, daar zei de oprichter van make something useful that people can use and get out of the way, dus ga uit de weg. En voor een aantal functies zal dat zeker gelden, ja. Dus ik denk bijvoorbeeld een applicatie maken om te vertellen waar openbare toiletten zijn, dat kunnen burgers veel beter. Of bijvoorbeeld vertellen waar de bussen zijn en of die te laat zijn, dat is iets wat Google veel beter kan dan de overheid. Dus dat moet je vooral Google lekker laten doen of vrijwilligers. Dus als je bijvoorbeeld naar OpenStreetMap kijkt, daar maken vrijwilligers kaarten voor mensen die slechter been zijn. Informatie die TomTom nooit zou pakken, maar TomTom kan weer andere dingen doen, bijvoorbeeld waar staan de files. Dat soort informatie heeft de overheid, die kan ze weggeven. Er zijn uiteraard wel een aantal taken, zoals handhaving, uitgeven van paspoorten en dat soort dingen, die moet de overheid vooral lekker zelf blijven doen, want daar zijn ze ook goed in. Dus, ja. Nou ja, dat is ook de samenwerking die je dan hebt, hè? Dat je enerzijds ervoor zorgt dat die data goed is. En vervolgens kunnen jullie dan daar leuke applicaties mee verzinnen. Dat is een beetje de taakverdeling. Nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die dan zeggen van ja maar die data die hebben we al verzameld, maar is ook niet zo goed, weet je wel. We gebruiken dat intern wel, maar om dat nou allemaal meteen online te gaan zetten, dat moeten we eerst even allemaal goed nakijken of dat allemaal wel goed is. Loop je daar ook tegenaan of niet? Ja, zeker. Kwaliteit van data is moeilijk en ambtenaren gebruiken het vaak als excuus om het niet vrij te geven. Onze ervaring is dat wat dit meestal doet als je het toch vrijgeeft, is dat programmeurs gaan zeggen, hey, wist je dat we hier nog lekken zitten, dat je hier nog allerlei gegevens mist. En sterker nog, vaak gebeurt het zelfs dat mensen het ook daadwerkelijk voor je gaan aanvullen en gaan verbeteren. Dus het eigenlijk daar brengen, het zichtbaar maken voor de buitenwereld, zorgt er zowel intern voor dat mensen gaan proberen om hun data beter op orde te krijgen, als externe die gaan zeggen, joh, het zou echt heel erg nuttig zijn als we dit nu voor jou verbeteren. Ja, oké. Okay. Dus dat vraagt ook wel dat je als overheid een beetje andere houding daarin hebt eigenlijk. Niet zo van, nu heeft de overheid toch zoiets van, ja, moet vooral eerst goed zijn voordat we iets laten zien. Ja. Jij zit even van, doet het niet toe, geef het allemaal maar. Wordt vanzelf opgeschoten of zo. Het internet functioneert zo goed omdat je alles lekker kan uitproberen. En zeker mijn generatie verwacht dat ook. Gmail was 8 jaar in beta en niet af. En lekt
lekt als een mandje en wat stuk af en toe. Maar gebruikers vinden dat goed als je gewoon uitlegt dat het zo is. En uiteindelijk in het traject van het maken van een betere dienst of het ontwikkelen van iets wat werkt voor mensen, kun je het beter laten zien en ze je heel snel laten vertellen, oh, je moet dit verbeteren en dat ook snel verbeteren. Dat is iets wat je bijvoorbeeld bij ambtenaar 2.0 ook ziet. De vorige platformen waren veel minder goed dan Blijo nu is. En dat komt omdat er geluisterd wordt naar input van gebruikers en heel snel wordt geacteerd. En ik denk dat je dat beter kan doen dan wachten tot je het ideale te pakken hebt. Want dat ga je waarschijnlijk toch niet vinden. En de realiteit verandert inmiddels ook zo snel dat je waarschijnlijk zodra je het gelanceerd hebt, een jaar later weer iets nieuws kan gaan maken. Ja. Dus snel lanceren en laat mensen maar feedback geven. Dat geldt voor data, maar ook voor diensten. Ja. Maar de inzet vanuit de overheid is van betrouwbaarheid. We willen gewoon een betrouwbare dienstverlening. Dus iets wat soms werkt, dat past niet bij de overheid. Dus nou, gaat dat niet schijnen, denk je? Ik weet niet, het punt is, het levert op dit moment geen overheid op waar het wel altijd werkt. Dus op dit moment klagen burgers veel meer over de overheid dat dingen niet goed functioneren dan bij TomTom of bij Google. En natuurlijk, die mensen hebben meer geld. Aan de andere kant zou je als overheid ook kunnen denken, misschien dat er iets zit in die strategie van snel lanceren. En uiteraard, dingen als paspoorten, daar moet je niet mee gaan lopen experimenteren. Maar er zijn denk ik een heleboel functies dat als je gewoon een burger serieus zou gaan vragen hoe zou je dit willen hebben en heel concreet maakt van goh, wat vind je hier goed of niet goed aan, dan kun je denk ik een veel betere dienst leveren dan een dure consultant inhuren en die vragen hoe dit zou moeten werken. En ik denk dat we dat bij Hack de Overheid wel hebben aangetoond. Om een leuk voorbeeld te geven, zeg maar, is het openbaar vervoer in de stad New York. Daar was 2 jaar geleden 1 app voor beschikbaar, of 1 website eigenlijk, waar je kon vinden hoe je kon reizen met de metro, met de bus. En op een gegeven moment heeft het metrobedrijf gezegd, wij weten wel heel goed waar de treinen en de bussen zijn, maar we zijn heel slecht de mensen dat vertellen. Dus we gaan dat eigenlijk bij bedrijven en andere mensen neerleggen. Dus wat ze gemaakt hebben is een webservice, dus die data eigenlijk vrijgegeven. En wat er gebeurde was dat er binnen no time iets van 40 apps beschikbaar waren. Mensen letterlijk een soort lichtkrant kon je in je kroeg hangen. Er stond bus 4, duurt nog 5 minuten. Allerlei diensten werden daarop gemaakt. En wat je ziet is dat er dan een soort ecosysteem ontstaat. Net als in de App Store van je iPhone of in de Android Market op je smartphone. Je ziet dat er een paar applicaties zijn die zijn echt goed. En die worden steeds beter en steeds beter en steeds ontwikkeld. En er zit een heleboel omheen dat waarschijnlijk gratis is, maar toch minder goed is. Dan die ene applicatie. En zo zou je het als overheid ook kunnen zien. Dus je wat meer openstelt, dus je wat meer een platform wordt, wat meer experimenteert, dan zullen mensen vanzelf gaan zeggen, dit is goed, dit is beter. Of sterker nog, ik kan dit beter dan jij, overheid. Dus ik ga dit doen. Als je maar de informatie geeft. Dus overheid als platform zeg je, niet alleen maar die open data neerzetten, niet alleen die gegevens beschikbaar stellen, maar ook een platform om te stimuleren dat ecosysteem zich ontwikkelt. Ja, zeker. Zeker. Misschien een raar voorbeeld, maar in China, als je daar met een ambtenaar praat, dan zit er een QR-code op de balie in een aantal districten. En dan kun je met je app of telefoon een foto maken. Kun je zeggen, hoe vond u dit contact? En dan kun je het contact met die ambtenaar kun je gaan reten. Wat vond u van dit proces? Ja, maar vond u dit fijn? Of nee? Ik weet dat dit in Nederland waarschijnlijk heel eng klinkt dat we dat gaan doen. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk al met leraren ook. Absoluut, ja. Leerlingen en leraren. Zeker, of bij de Albert Heijn of op internet heb je overal zo'n zwarte feedbackknop die je kan gebruiken. Maar wat dat doet is, het verzamelt, je neemt je burger serieus, namelijk je mag gewoon input leveren. Wij vinden het waardevol als u hier iets mee doet. Mm-hmm. En het tweede is, je krijgt hele constructieve informatie terug. En datzelfde geldt voor als je wat meer complexere dingen gaat doen. Een leuk voorbeeld is de Amstelverander. Misschien kennen jullie dat. Dat is het stroomgebied van de Amstel gingen ze aanpassen. En dat is een traject waarin ze burgers heel erg serieus hebben genomen. En dan zeggen mensen, oh ja, maar burgerparticipatie, dan gaan we heel lang met elkaar in een hokje zitten. En dat is allemaal niks, dat werkt toch niet. Maar ze hebben het daar heel slim aangepakt door niet de vraag te stellen, hey, hoe moeten wij de Amstel veranderen? En dan ons in een soort praatgroep te gaan nadenken over hoe dat zit. Maar heel concreet de vraag te stellen, wat wilt u voor in uw achtertuin? Want dat is wat mensen interessant vinden. Je moet het waardevol maken voor die individuele persoon. En dan willen ze best constructieve feedback geven. Waardoor ze in het geval van de Amstel veranderd eigenlijk bijna nul bezwaren hebben gekregen in dat hele proces. Omdat mensen zich serieus genomen voelen. En dat is anders dan een folder over de heg gooien, niet in persoonlijk contact aangaan met die burger. En het dan maar proberen zelf te oplossen, want ja, ze hebben hun zegje mogen doen. Dat is niet hoe het werkt. Je moet burgers dat zelf laten doen. Ja. Er zijn een paar leuke voorbeelden van, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten
waarin burgers zelfs gebruikt worden om overheidstaken zelf uit te voeren. Een leuk voorbeeld is Peer to Patent. Dat is het Amerikaanse patentenbureau. Die heeft een probleem, namelijk dat het patent wordt steeds moeilijker. Patenten die... vragen meer kennis, technologie wordt complexer. Nou ja, en je zit daar dan als ambtenaar van het patentenbureau. Je bent ook generiek opgeleid, zeg maar. En dan moet je in één keer een soort tegeltje voor een kernreactor moet je gaan beoordelen. Nou, op een gegeven moment heeft daar iemand bedacht van, joh, we hebben nu al die mooie netwerken om ons heen van burgers en bedrijven. En waarom sturen we niet via LinkedIn een e-mailtje naar iedereen die kernfysicus is met de vraag, heeft u even tijd voor uw overheid? Kunt u ons een beetje helpen? En nou, vraag 1 was dan, heeft u dit al eens ergens gezien? Dat is wel belangrijk in het geval van een patent. En 2, wat moeten wij lezen om dit te begrijpen? Nou, peertopatent.org is het volgens mij, is inmiddels een soort heel ecosysteem ontstaan van specialisten op een bepaald gebied die best bereid zijn om een uurtje per maand voor de overheid iets te doen als ze weten dat dat 60.000, 70.000 euro aan belastinggeld scheelt. En dat is slim gebruik maken van burgers. Letterlijk de taak die je initieel als overheid had, outsourcen naar burgers, om burgers dat te laten doen. Ja. Dus dat gaat veel verder dan alleen maar data geven wat mij betreft. Ja. Maar hoe zou je dan, want je noemde de overheid als platform, government platform, hoe zou je dat dan definiëren? Want ik hoor een beetje co-creatie en ik hoor een beetje open data en dat mensen vooral zelf dingen moeten doen. En heb je daar een kijk over hoe zo'n overheid over 5 jaar er dan uitziet? Ja, het eerste wat ze zouden moeten doen is stoppen diensten te ontwikkelen die anderen ook kunnen ontwikkelen. Dus die burgers kunnen ontwikkelen of bedrijven beter kunnen ontwikkelen. Nou, dat zal al heel moeilijk zijn, want de overheid heeft van nature heel sterk de neiging om dat zelf te doen. Tweede is, en dat zit een beetje in de definitie van een succesvol platform. De overheid moet alleen de spelregels van het platform bepalen. Dus ook als het bijvoorbeeld over overheids-ICT gaat. Als overheid kun je zeggen, oké, dit zijn de spelregels. En binnen die spelregels mag je in principe alles doen. Dat is ook wat Apple doet. Waar het om gaat is dat je anderen de mogelijkheid geeft om op jou te bouwen. En of dat nou is door middel van data of door middel van regelgeving of in het proces zelf. Nodig mensen maar uit om dat te doen. En dat vereist een hele andere gedachtegang dan die we nu gewend zijn. Tweede probleem, en dat zit een beetje ingebakken, en ik denk dat het daarom ook waarschijnlijk niet gaat lukken, maar dat zit een beetje ingebakken in de manier waarop onze overheid functioneert. We hebben namelijk volksvertegenwoordiging die geacht wordt om slimme beslissingen te nemen. En aan de andere kant hebben we het internet dat veel efficiënter is dus om in goede informatie op een goede plek te krijgen. Dus zij zullen altijd blijven achterlopen. En aan de andere kant zie je dat ministers altijd verantwoordelijkheden houden. En die zullen zich moeten verantwoorden naar die mensen. En zodra een ambtenaar ergens een fout maakt of ergens die controle vrij weggeeft, is dat een risico. En ik denk dat inherent is aan het systeem en dat de platformgedachte enorm tegenhoudt. De platform is een onderdeel van een netwerk. De overheid is geen netwerk. De overheid is een hiërarchie. Dus ik ben bang dat het misschien niet direct zal gaan lukken. Dus pakken we de makkelijkste stap en dat is geef die data en het liefst real-time. Dus in potentie zeg je van nou ja, eigenlijk zou op elk onderwerp zou je dat platform, ook rondom handhaving kun je natuurlijk veel meer als platform redeneren, waarbij je als overheid een rol hebt, maar ook gaat zoeken naar wat zijn nou de spelregels waarbinnen andere partijen iets kunnen doen. Dat zou je op elk onderwerp eigenlijk kunnen doen. Maar tegelijkertijd zeg je van ja, dat is of een ideaal beeld, maar... Het is bedreigend voor de politiek. Dus het leukste voorbeeld is denk ik derde dinsdag in september. De Rijksbegroting wordt door een aantal hele gekwalificeerde mensen in elkaar gezet, maar dat zijn er maar een paar. Het zijn er een paar, maar misschien 100. Wat er gebeurt is dat er op de derde dinsdag in september is ineens, tada, budget. Dit is wat we gaan doen komende jaar. En dit is, we gaan er ook niks aan veranderen. Je kan in de algemene beschouwing wat dingen roepen, maar dan, volgens mij is het onderzoek uitgelezen dat 2-5% van die begroting uiteindelijk nog verandert. Dat is niet zo heel veel. Wat je ook zou kunnen doen is voordat het die dinsdag is, gewoon eens aan iedereen vragen, hoe zou jij dit geld uitgeven en waar vinden jullie dat er verspilling zit en misschien kun je ook een beter alternatief kopen. Maar er zijn al gemeenten die dat doen, initiatief begroten. En heel succesvol. Ja. En dat, dus why not? Waarom niet? Nee, nou ja, omdat het bedreigend is voor de politici. En want uiteindelijk wil graag de minister van Financiën een budget presenteren, omdat hij daar een politieke agenda achter heeft. En ik denk niet dat hij die macht, zeg maar, dat is toch uiteindelijk wat het is, terug wil geven aan het volk, zeg maar. Om het
volk het initiatief te laten om dit soort dingen te doen. Hij wil zelf het initiatief hebben. Dus ik zie het niet zo heel snel gebeuren. Terwijl het wel tot betere... Dus die tegenstelling, dus je zegt in wezen van, nou, de tegenstelling begint aan de top al, bij de politiek, daar begint eigenlijk het hiërarchische systeem. Ja. Maar ergens gaat die hiërarchie natuurlijk over in netwerken. Ja, exact. Ergens dan kom je steeds lager op een gegeven moment heb je een wijkmanager die de straat op gaat en daar contact heeft met mensen. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat die grens naar boven opschuift, zeg maar, van waar dat netwerk dan begint. Ik denk ook wel dat gebeurt, alleen heel langzaam. Dus een voorbeeld, petitierecht. Dus we hebben dat recht, we mogen de Tweede Kamer dingen vertellen. Inmiddels is er een succesvol kanaal opgericht, petities.nl, waar jaarlijks toch een aantal petities vanaf komen die rond de 400.000 ondertekeningen hebben gehad. Nooit komt er eentje door de Tweede Kamer heen, omdat de commissie verzoekschriften zegt, we hebben hier de afgelopen 2 jaar al eens over gesproken, dus sorry burgers, daar gaan we niet nog een keer over praten. En dat zegt iets over macht en over of überhaupt mensen zin hebben om te luisteren naar de input van burgers als ze op een positie zitten waarin ze die macht hebben. Maar is dat, wat ik altijd heel frappant heb gevonden aan petities.nl, is dat je uiteindelijk dat hele netwerk bij elkaar brengt om wat te doen, om toch aan die mensen van je eigenlijk zegt, van ja, maar die zitten helemaal niet in het netwerk, te gaan vragen om iets te gaan doen. Nee, wat je zou hopen is dat als ik politieke partijen was, of de Tweede Kamer was, of de vakbeweging was, die zitten allemaal in modellen uit het krijt. Namelijk, we gaan lid worden van een politieke partij, nou inmiddels 2% van de Nederlanders. Gisteren bij Paul Witteman, die PvdA-prominent, die zegt, joh, als wij in Rotterdam een wandeling organiseren om naar de wijken te kijken, dan komen nog niet eens 10 man opdraven. Dat is toch best wel een grote stad in Nederland. Die partijen gebruiken het internet niet, bijvoorbeeld zoals Obama dat deed. Ik ben vrijwilliger geweest voor Obama. Ik heb met Skype te goed mensen gebeld om ze te overtuigen van dat ze op Obama moesten stemmen. 520.000 mensen hebben hem in totaal geholpen, waarvan 50.000 virtuele bellers. Hij had gewoon 15 callcenters van mensen die gebruik daarvan wilden maken. En een voorbeeld, als ik nu een politieke partij was, dan zou ik ieder probleem waar ik tegenaan liep gewoon eens online plaatsen en dus tegen mensen zeggen, joh, wat zijn jullie ideeën hierover? Hoe kunnen we dit beter maken? Kom maar met suggesties. Hetzelfde geldt voor de vakbeweging. Alleen, ik weet niet of dat een Nederlands dingetje is of zo, want we polderen lekker door, zeg maar. Maar de kracht die in dit soort netwerken besloten zit, die in heel veel andere landen politiek ook heel duidelijk wordt uitgenut, dat komt hier gewoon niet van zijn plek. Okay. Dus politieke partijen kun je van, dus politici, zeg je, toch weer terecht in die politici, zeg je dan van, nou, je kunt er eigenlijk ook veel mee. Je kunt veel meer doen met die netwerken. Ja. En je kunt er veel meer doen met het concept dus ook van een overheid als platform. Maar mijn punt was meer van, is de overheid als platform, heeft natuurlijk uiteindelijk als concept de overheid als centrum. Ja. Want dat zit namelijk al in de term, de overheid als platform. Dus als je dat dan omdraait, burgerinitiatief, dat soort dingen, is dat niet een logischer zwengel om Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Ik bedoel dat burgers het initiatief waarom heb je de overheid nodig? Waarom heb je de overheid nodig? Waarom moet de overheid platform zijn? Niet. Je hebt de overheid voor een aantal hele elementaire dingen nodig, denk ik. Hij is nou eenmaal zo gegroeid. En dat had hij... Kijk, dit werkte fantastisch na de Franse Revolutie. Zonder internet en zonder deze vormen van netwerk. Alleen inmiddels is er een alternatief. En we kunnen... Ik kan jou vinden. Ik heb jou ook gevonden als burger. En sindsdien kan ik heel makkelijk bij allerlei ambtenaren terecht. Als ik 30 jaar geleden mijn vader dat had gewild op zijn leeftijd, dan had hij naar een ministerie een brief moeten sturen. Ja, maar daar zijn we niet. Dus hoe ziet het er dan uit? Als dat initiatief komt vanuit jullie als netwerk? Als burger. Nou, je hebt inderdaad 400.000 mensen via petities.nl verzameld. Wat ga je met die mensen doen? Wat we er op dit moment mee doen is de actieven daarvan, die naar ons toe komen om met onze projecten aan de slag te gaan. We proberen te laten zien dat er alternatieven zijn om dit te doen. Dus we proberen dat non-destructief te doen. Zeg maar, dingen als bijvoorbeeld partijen als WikiLeaks, die proberen overheden te veranderen door ze open te breken. Nou, dat willen we niet doen. We willen graag laten zien dat je het op een leuke manier kan doen. En wat ik hoop is dat overheden, maar voornamelijk bestuurders, dit inzien. En via evolutie in plaats van revolutie dit gaan oplossen. Maar ik zie de risico's ook wel.
clubs als Anonymous, die hebben er intrinsiek belang bij om sommige dingen plat te gooien. De eerste petitie, officiële petitie die ook via petities.nl liep, was natuurlijk voor de vuurwerkverbod. Hè? Dat is ook zo'n duidelijk vraag aan de overheid van wij vinden met z'n allen vinden dat er vuur. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, we gebruiken die kracht van het netwerk gewoon om mensen ervan te overtuigen om geen vuurwerk meer te gebruiken. Ja. Dus kun je niet ook via dit soort netwerken zeggen van misschien ook via crowdfunding en dat soort dingen. En dan krijg je dan niet veel meer die omdraaiing van de markt. Dan heb je ook die overheid niet meer nodig. Nee, ben ik met je eens. Dus ik denk dat zou kunnen. Alleen het vereist uiteindelijk dat degene die daar een besluit over neemt, dat besluit neemt. Dus NASA is daar bijvoorbeeld recentelijk in geslaagd om die omkeer te doen. Die geven nu al hun patenten weg aan jongeren. En die worden gevraagd, ga je maar een leuk bedrijf meemaken en kom maar met een initiatief van wat wij moeten doen. Die gebruiken nu kinderen om de maan in kaart te brengen, waar alle kraters liggen, dat is een spelletje. Dus daar ligt het initiatief heel duidelijk bij burgers, alleen nu nog steeds. Als ik kijk naar onze eigen situatie hier in Nederland, als ik met een initiatief kom naar Binnenlandse Zaken. Als ik überhaupt al bij iemand aan tafel kom, ben ik 2 maanden verder. Dan kom ik met een voorstel, dan zegt iedereen leuk. Dan wordt er over gepraat. En dan na 6 maanden krijg ik een reactie. Maar waarom ga je naar BZK? Nou ja, omdat ik ga niet alleen naar BZK, ik probeer het beide te doen. We hebben Apps voor Nederland georganiseerd en iedereen struikelt er nu overheen. Iedereen wil in één keer een appcompetitie hebben. Maar wat ik graag wil is dat mensen ervan leren en zien dat ze zelf overbodig zijn geworden op sommige plekken. Alleen het is uiteindelijk een machtsspel, zeg maar. Ik denk dat het heel moeilijk is om de overheid zoals die nu bestaat om ver te duwen of zo. Dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil gewoon laten zien dat het ook op een andere manier kan. En dat is een platformgedachte. Alleen het vereist wel, het vereist ook van de overheid iets, zeg maar. We kunnen het niet alleen maar als burgers oplossen. Zeg maar. Maar ik zoek dus naar wat heb je dan nodig van die overheid? Kijk, als jij zegt van je zet die data online, dan kunnen we alles mooi zelf doen. Ja. En dan kun je op heel veel andere terreinen veel meer zelf doen. Je kunt ook met crowdfunding mensen. Er zijn ook genoeg wijken waarin zeker de veiligheid gezamenlijk wordt georganiseerd. Ja. Rond oud en nieuw was het natuurlijk ook een heel item. Dus op een gegeven moment komt dan de vraag van waarom doen we niet alles zelf? Waar hebben we nodig die overheid voor nodig? Ja, je had 2 vragen. Wat heb je van die overheid nodig? Eerst is de overheid moet transparant zijn in wat ze doet. Zodat het inzichtelijk voor ons wordt. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten doen ze dit heel leuk door overal waar je als burger verspilling vindt bij een aantal departementen in de boekhouding, mag je functies gaan nomineren om weg te halen en zelf te gaan doen. Nou, dat is fantastisch. Daarmee kun je al een heleboel overhevelen. Tweede is, geef die informatie vrij, geef die data vrij. Derde is, geef ook die diensten vrij. Waarom kan ik mijn paspoort niet bij Albert Heijn ophalen? Albert Heijn kan al beter spullen naar mensen brengen dan de overheid dat kan. Het laatste is, ik denk dat dat voor een deel ook organisch zal gaan ontstaan. Dat is ook mooi van het internet, dat lost het vanzelf ook wel op. Dus wat je nu ziet in wijken, dat als mensen bang zijn voor vuurwerk en dat daar dingen vanzelf gebeuren, fantastisch, laat mensen dit maar zelf organiseren. Dit is niet iets wat we top-down met beleid kunnen doen. Dit is iets wat burgers zelf wel gaan doen. En dat is ook heel goed, denk ik. Op een gegeven moment ziet zo'n lokale politie dan ook wel dat ze daar misschien helemaal niet meer nodig zijn in digitaal, of dat ze misschien een andere rol daar krijgen. Dat is alleen maar goed. Je moet ik denk zelf dat het zo werkt namelijk. Dat je eerst laat zien van het gebeurt nu zelf. Mm-hmm. En dan vervolgens dat vanuit de overheid, welke partij dan in dit geval politieman of dat een BZK is in jouw projecten, dat die dan aanhaken en zeggen van, wacht even op ons. Ja, burgers kunnen het beter doen. Dus, wat heb je nodig? Dus ik denk dat het niet zit in het duwen, maar ze eerst voorbij rennen en dan roepen van, jullie mogen nog wel aanhaken hoor. Ja. Ja. Ik denk dat dat de route is. Ja, nee, dat is ook de route die wij proberen te volgen. Laat het op een positieve manier zien dat het kan. En ik zou iedereen willen uitnodigen om dat te doen. Want we kunnen het vaak ook wel. Maar volgens mij heb je ook die potentie wel in huis met jouw netwerk en met waar je mee bezig bent in die voorbeelden. Dus ik zou eerder nog zeggen van klop eigenlijk minder aan bij de overheid. Ja. Dat is een beetje. Ja, misschien wel. Want daarna komen ze vanzelf. Het is toch een beetje, ook psychologisch. Gewoon negeren, dan komen ze vanzelf. Ja, precies. Nou, voor een deel doen we dat ook wel. Maar bijvoorbeeld met petities.nl. We moeten wel constateren dat die website nu al 5 jaar bestaat. En dat gebruikers van die website in 90% van de gevallen 0 op het request krijgen. En dus waar we die aansluiting proberen te vinden. Hetzelfde geldt voor app-competities. De follow-up daarvan zou moeten zijn,
dat er data beschikbaar komt. En dat ik zou het leuk vinden dat die overheid gaat rennen. Maar als we heel eerlijk zijn, op data.overheid.nl, daar staan nu 17 pagina's keer 10 datasets die voornamelijk van de OCW komen, van de gemeente Nijmegen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Toevallig dat daar ook een paar keer appcompetities zijn georganiseerd. Hè. Dus op een gegeven moment moet er ook wel iemand zeggen, jongens, we willen dit nu hebben. En dat is iets wat bijvoorbeeld Google heel goed doet. Die zegt, oké, gooi het maar naar buiten, laat het maar zien. En oké, als we gezeur krijgen, prima. Maar dan weten we in ieder geval waar de pijn zit en hoe we dingen beter kunnen maken. En dat is iets wat de overheid niet doet. De overheid laat zich daar, gaat daar beleidsnota's over schrijven en zo. Als we kijken naar open data, ik vermoed dat het nog wel even gaat duren voordat we de eerste boeiende data krijgen. Ja, want kadaster staat nu op hun achterste poten, Kamer van Koophandel staat op hun achterste poten. Bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, hè? Dat is een typisch leuk voorbeeld. Stefan de Koning die maakt op kvk.nl op een van onze evenementen. Heeft het hele handelsregister in een open source Postgres database in een dag. Dat is in zichzelf al gênant als je een paar miljoen euro per jaar kost als organisatie. Zeg maar goed, ala. Combineert dat inmiddels met de arresten via rechtspraak.nl, zodat je faillissementen weet, ambi-informatie van de Belastingdienst. Er zijn inmiddels al 5 apps opgemaakt, waaronder Bedrijvenzoeker, die nog in de top 3 van de iTunes Store heeft gestaan. Dit is adresgegevens van overheden, van bedrijven. Dit is echt saaier, wordt het niet. Chinezen komen naar zijn site toe, omdat de Kamer van Koophandel 's nachts dicht ging. Dus hij laat gewoon zien dat hij het met vrijwilligers beter kan dan de Kamer van Koophandel, overigens waar het handelsregister aangaat. Dus hij is natuurlijk geen informatie aan het verzamelen van bedrijven. Maar het antwoord van de overheid is dan niet, laten we die jongen eens bellen en kijken hoe we de Kamer van Koophandel een stuk efficiënter en beter kunnen maken. De reactie is in eerste instantie om hem aan te pakken, om daar boos over te worden, om allerlei ministers er dingen over te laten roepen. En dat is eigenlijk gênant. Want hij laat als burger zien dat hij het beter kan. En hij levert uiteindelijk een dienst die ook nog eens veel vaker gebruikt wordt. Dat krachtveld is interessant in ieder geval. Terug naar mijn oorspronkelijke vraag dan. Over 5 jaar, hoe ziet het er dan uit? Hebben we dan inderdaad een situatie waarbij netwerken, organisaties via allerlei platformen zelf initiatieven nemen, oppakken en de organisaties, de overheid rent erachteraan, zou ik zeggen? Of zitten we dan nog steeds aan te kloppen bij een onwillige overheid en... Ik denk dat er de 3 dingen zullen mogelijk zijn. Het eerste is dit scenario, en ik hoop dat dit scenario waar wordt. Dus dat de overheid in gaat zien dat informatie geven aan mensen en get out of the way, uit de weg gaan, dat mm-hmm. dat werkt. Mm-hmm. Dat zou 1 kunnen zijn. Het andere, meest negatieve scenario zou zijn dat er helemaal niks gebeurt. Derde wat nog zou kunnen gebeuren is dat de politiek en de vakbeweging en dat soort organisaties zich gaan herijken. En dat die de waarde van dit soort dingen gaan inzien, waardoor overheidsdienstverlening beter wordt. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. We kunnen ook betere ideeën naar Den Haag brengen in plaats van andere functies van de overheid laten uitvoeren. We kunnen ook gewoon de overheid als ding beter maken. En dat zou ook leuk zijn. Maar. Dus een van die 3 dingen zou kunnen gebeuren. Ik hoop het eerst. Oké, nou, dankjewel. Laten we daarbij.